Dag jongens. Hi. Hoe speciaal is het om hier te staan? Heel speciaal. Dus, ja, Lowlands is gewoon het summum voor mij persoonlijk in elk geval. Ja, waarom? Ik kom uit de buurt. Ik ben in Lelystad geboren en getogen. Ja. Toen ik 14 was, ging ik voor het eerst naar Lowlands. En ik denk toen 7, 8 jaar op rij geweest. Toen een paar jaar niet. Toen mocht ik vorig jaar terugkomen in de Lima. En dit jaar weer in de India. En dat is zo'n cadeautje dat we dit jaar voor de tweede keer op rij weer mogen. Ja. Voor jou? Nou ja, ik weet niet of het grootste festival is van Nederland. Maar voor mijn gevoel is het dat zeker wel. Dus het is voor mij echt wel een eer dat we nu weer voor de tweede keer op het grootste festival mogen staan. Ja, te gek. En weet u waarom jullie weer zijn gevraagd? Is er nog iets over gezegd? Nou, we hebben vorig jaar die tent zo fucking hard afgebroken. Dat konden ze niet omheen, denk ik. Het was feest. Ja. En die, jullie zijn zeg maar, ik wil heel even terug zeg maar naar het begin. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Nou, de band is opgericht door onze bariton sax, Dirk. En hij had het idee om een band te beginnen met veel blazers. En toen heeft hij wat zijn broertje erbij gevraagd en wat vriendjes van hem, trombone, trompet. Had hij nog een tuba ergens via de Facebook had hij benaderd. En toen had hij een leuk orkestje. En ik denk na een jaar of twee dat het een beetje de definitieve bezetting had die het nu heeft. Ja, denk ik ook. Ja. Maar hoe, zeg maar, jullie worden er dan voor gevraagd. Waarom besluit je dan om ja te zeggen? Nou ja, gewoon je kijkt ernaar van vind ik het vette muziek of niet? Ja. En toen ik werd gevraagd, ik vond het gewoon een te gekke band. Ik ben een percussionist, maar ik hou sowieso echt heel erg van blazers. Ik heb al eerder met blazers gespeeld. Mm. En als ik echt iets zou kunnen spelen, zeg maar, en geen percussionist zou zijn, dan was ik blazer geworden, denk ik. Yes. Dus, Wat was jouw... Nou ja, het is heel vet, vind ik, om met heel veel blazers te spelen en je eigen stukken te schrijven, want met zo'n grote groep kun je zoveel klanken en kleuren en rare effecten bedenken, zeg maar. En dat heb je niet gauw met een gitaarbandje of althans niet als trombonist. Ik speel dus trombone. En dan speel je ook met bandjes met gewoon gitaar, bas, piano. Dan heb je toch een veel minimalistischere rol dan in deze band. Ja. Ja, ja. En dat is fucking vet. En zeg maar joh, dat schrijven, je hebt zo'n grote band, hoe gaat dat dan? Ik bedoel, is dat dan dat iedereen eerst een begin aandraagt, want je hebt het allebei in elkaar gezet en dan wat? Het verschilt een beetje per keer. Het album, toen we dat gingen schrijven, dat hebben we eigenlijk sowieso in een redelijk korte periode gedaan. Er zat gewoon druk achter van hoe het dan met een album komen en dan verschilt het per track. De ene keer komt iemand inderdaad met een ideetje van ik heb al een baslijntje. Ja. En dan ga je daar met z'n allen een beetje op jammen en dan, ja, dan ga je er gewoon een kwartier op jammen. En dan komt er vanzelf, komen er een paar ideeën bovendrijven en dan doe je dan aardje beetje en dan... Het schrijven met de Gallo Street is ook vooral een groepsproces. En ik denk dat ons ook onderscheidt van andere ensembles met veel blazers. Want je ziet vaak dat er een dirigent is en iemand heeft alles gecomponeerd en uitgeschreven voor iedereen. Maar wij komen bij elkaar met een idee. En dan zijn het er soms mee eens of soms niet. En dan wordt er weer ruzie over gemaakt. Ja, precies. Maar aan het einde van de rit heeft wel iedereen het gevoel dat hij iets heeft bijgedragen aan die track. Zeker, ja. Ook al ik kom dan zelf weinig met geniale stukjes melodie. Maar ik zie mezelf bijvoorbeeld wel als een soort curator. Dat ik zeg van dat is vet en dat is niet vet. Zeker, ja, en dat hebben meer mensen, denk ik. Dus ook al heb je niet per se iets geschreven, uiteindelijk is het wel jouw track. Omdat je deel was van het groepsproces. Maar wat is zeg maar jullie muzikale achtergrond? Voor jou en voor jou? Dat Jeroen heeft jazz gestudeerd. Studeert jazz. Ik studeer jazz, ja. En ik heb Latin muziek gestudeerd aan het conservatorium. Nou ja, de muzikale achtergrond is heel divers van de band. Ja. Want ik en onze sousafonist Peter en onze trompetist Luc bijvoorbeeld, wij komen uit het zuiden, uit prachtige kleine dorpjes. En wij zijn gewoon opgegroeid met fanfare.
En we hebben ook veel jongens uit Amsterdam, die hebben nooit de fanfare gezien. Of nooit een noot moeten lezen, weet je wel. Maar die zijn we veel meer, hoe moet ik het noemen? Meer rock-popcore. Nou precies, ja, exact. Ja, ja. Of dance misschien meer of zo, of ja. Afrobeat. Maar inderdaad niet zo vanuit die fanfare. Ja. En ik denk dat dat juist elkaar zo mooi aanvult in deze groep. Dus wat er ook net gezegd wordt, iedereen in de groep heeft wel een functie in het schrijfproces. En muzikaal heeft iedereen zijn sterke punten en zijn mindere punten. Maar tot nu toe werkt het heel goed zo op deze manier. Je gaf aan met de plaat, zeg maar, daar zat wat tijdsdruk op. Waarom zat wat tijdsdruk op? Nou, meer vanuit onszelf gewoon. We wouden gewoon de debuutplaat eruit hebben. En wat wel het probleem is van ons manier van schrijven, is dat het wel, je wilt eigenlijk zoveel mogelijk mensen erbij hebben. Dat vind ik wel het fijnst eigenlijk. Mm. En het is wel, met 12 man is het wel lastig om iedereen op één plek te krijgen. Dus wij repeteren heel weinig als band eigenlijk. Ook omdat we elk weekend spelen. Mm. Dus wat dat betreft heb je niet echt een routine daarin. Dus dan moet je op een gegeven moment wel voor jezelf gewoon tijdsdruk creëren van we willen die en die maand de studio in, want we willen een plaat gaan opnemen. Dus dan op die manier komt de tijdsdruk op. Plaat heet Battleplan. Ja. Mm-hmm. Was dat zeg maar de werktitel en van tevoren bedacht? Of was het zeg maar, is het pas later als afsluiter of gaandeweg? Ik denk dat wij de titeltrack Battleplan, die heette al zo toen we eraan bezig waren, geloof ik. Dat was al de werktitel van die track. Ja. En tegen het finaliseren van het album zeiden we tegen elkaar, god, we zijn relatief nieuw in de scene, zeg maar. En we zijn bezig met ons op de kaart te zetten en ons strijdplan te maken hoe we Nederland gaan veroveren, als het ware. En toen vonden we Battleplan wel een hele toepasselijke titel. Ook het strijdbare karakter, ja. Zeg maar. Wat ik altijd wel fascinerend vind, zeg maar, als je dan instrumentale muziek, hoe krijg je daar? Hoe weet je nou hoe een nummer moet gaan heten? Hoe voel je dat? Of is het meer dat je denkt, nou ja, ik noem het maar zo? Of hoe gaat dat? Ik zelf, het is wel een beetje gewoon, is het gewoon een werktitel. Van iemand neemt die track op. En die moet het bestand een naam geven. Hmm. En die noemt het dan naar een associatie die hij heeft. Dus er zit wel altijd een associatie in. Er zit wel een associatie bij, ja. Klopt de naam Battleplan met het nummer Battleplan voor jullie? Ja, zeker. Ja. Ja, het is een soort, ja. Ja, ik vind het nummer Battleplan, vind ik, dat staat muzikaal echt wel voor de wat latere periode waarin we ons afgelopen album schreven. Dus je hebt eerst wat minder interessante liedjes, als ik het zo... Dat moet je anders formuleren. Minder. Nou ja, we maken een ontwikkeling door als band. En ik denk dat Battleplan, toen we hem schreven, wel een soort van maatstaf was van wauw, dit is even iets anders. Dit is ons strijdplan, zo kunnen we ook verder gaan. Zo voelt het voor mij althans. Ja, ik heb het wel directer, die associatie eigenlijk. Voor mij is wel gewoon een soort van de eerste... Die track bestaat echt uit twee delen eigenlijk. De eerste helft is voor mij een soort van... Alsof je op het strijdveld staat en je bent je tas aan het inpakken en je bent je zwaard aan het slijpen of zo, weet je. En dan komt het drop en dan begint de battle. Ja. Zo zie ik het wel een beetje. En vooral het eerste deel heeft wel echt een soort van hoeha, weet je, van vikingen of zo, die in een boot zitten, weet ik veel, weet je, ja.